En op verschillende basisscholen van vandaag de uitslag van de GLO 6 toetsplaats. Op de Pieters Donderschool is 80% van de examenkandidaten geslaagd. De leiding van de school is heel tevreden met dat resultaat. Sarah Kromosuto is de best geslaagde met onder meer 2 tienen op haar lijst. Er hebben in totaal 34 leerlingen meegedaan aan de toets, zegt de schoolhoofd Ellen Gadum. Van de 34 hebben dus 6 het niet gehaald. Okay. Ja. En waar was eigenlijk een struikelblok voor wat de vakken betreft? Zijn het leervakken of rekenen of noem maar? Rekenen. Rekenen is eigenlijk altijd een beetje een probleem. Ja, het is moeilijk. U hoort het zelf van de leerlingen. Het is moeilijk. Behalve van Sarah. Het is een opluchting voor u? Een opluchting en eigenlijk een motivatie om verder te gaan. Om harder te werken. Oké, en hoe waren de resultaten vergeleken met vorig jaar? Vorig jaar stonden we ietsje hoger. Hadden we meer geslaagden. Maar we zijn toch ook wel tevreden. En hoe denk je dat het komt? Een heleboel factoren. Luie kinderen die eigenlijk pas op het laatste moment zich willen inzetten. En dan is het te laat. Mag ik u feliciteren met deze dag? Dank u wel. Yeah! Dus de trotse, Ellen Gadum, hoofd van de Petrus Donderschool. 80% van de examenleerlingen van haar school hebben de GLO-toets gehaald.